We gaan nog even luisteren naar Laura Jansen. Laura, jij gaat nog een nummer voor ons spelen. Is dat ook van je nieuwste cd? Nee, dit is van mijn oude cd. Dus kunnen wij goed vergelijken? Ja, ik denk dat er wel misschien een overeenkomst is qua onderwerp. Mijn emotionele en slechte liefdesleven. Oh, maar okay. Het overeenkomst. Eindeloze bron van inspiratie. Eindeloos. Maar de man van de knopjes is er niet, zie ik. Nee, alleen Jan-Peter op gitaar. Okay. Het is een wat intiemer nummer. Ga luisteren. Het is Single Girls. You'd like my new hair. I caught it when you weren't there. And pieces of us everywhere were falling down. My bed is now a girl's bed. Pink flowers under my head. Pillows on your side instead of you. 'Cause that's what single girls do. Don't think about you. I'm reading books on meditation, praying for my heart's salvation. Oh, I've got the motivation to be a free girl. And I've gone drinking with the guy down the hall. Put up a new color on my bare walls. I'm so damn busy after all. 'Cause that's what single girls do. Don't think about you. Single Girls van Bels en Elba, daar mochten de luisteraars kiezen. Ja, en Laura heeft er drie uitgezocht. Twee vaders die voor hun dochter een cd aanvragen. Film me op. Ja, ik zou ontzettend graag deze cd voor mijn dochter Marije krijgen, omdat zij een paar jaar geleden als 14-jarige Laura Dekker ontdekte zonder dat iemand haar hier kende. En Laura Dekker is het zeilmeisje, maar dat geeft helemaal niks. Hij bedoelt Laura Jansen. Ja, maakt niet uit. Hugo was dat, vader Hugo. Nog een andere vader en moeder, Frans de Heij en Ria van der Linden uit Ede, die vragen de cd voor hun dochter Jos, geloof ik. Ja, want die kan dat heel goed zingen, het nummer. Ook goede reden. En dan nog een derde, die vind ik ook wel mooi. Waarom ik de cd verdien, zegt Gerdien van der Plas. Omdat ik hard gewerkt heb om mijn leven op de rit te krijgen in therapie. Omdat ik mijn dromen, net als Laura, maar op een andere manier moest opgeven. En omdat ik nu graag op stage had willen zijn. Alleen met een luchtweginfectie op de bank lig. Ik niet van praatprogramma's houd, maar ik wel Radio 1 nu interessant vind. Nou, die is ook leuk. Die mag er ook zijn. Op maandag 8 april.